Het spoor ligt hier uitgehakt in de berghelling, waarvan het gesteente erg breekbaar bleek. In de jaren die volgden kwamen veel steenlawines omlaag, die soms een deel van de spoorbaan vernielden. Nu komt het spectaculairste deel van de lijn, waar het spoor van de ene kant van het dal naar de andere gaat. Om op de juiste hoogte te komen, gaat hij door een keertunnel de berg in. Dat is de Stavumtunnel, met meer dan 1300 meter de langste van de lijn, waardoor de rijrichting 180 graden draait en het spoor 20 meter daalt. Dan draait hij weer de Schillingtunnel in van 440 meter en over de Schillingbrug naar de andere kant van het dal. Deze beroemde, gemetselde spoorbrug is de meest gefotografeerde van het land. En dat is wel te begrijpen. Zo'n kunstwerk in de woeste natuur. De bouw van deze kunstwerken was een enorme opgave. Alleen al om het materiaal hier te krijgen was erg moeilijk, net als het aantrekken van de arbeiders. Vooral na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog waren bijna geen materialen en vakmensen te krijgen die nodig waren om dit soort geweldige constructies in elkaar te zetten. Daardoor liep de bouw een grote achterstand op en kon de trein pas vanaf 1924 over de hele lijn gaan rijden. De hellingen van het Romsdal worden steeds steiler, wat te zien is aan deze Verma-Vossen-waterval die omlaag komt van een hoogte van 380 meter, waar een brug van 26 meter lang overheen is gebouwd. De rivier en het dal worden breder, terwijl de hellingen naast het dal steeds meer lijken te groeien. De Trollveggen, de hoogste verticale bergwand van Europa, steekt naast het dal 1000 meter loodrecht omhoog. Ook de bouw van stalen bruggen als deze Vossbrua van 92 en de Salzbrua van 64 meter lang ging niet vanzelf. Bij de aanleg was er in 1923 door het late voorjaar zoveel smeltwater dat er boten in het dal werden gebruikt omdat alles onder water stond. De machinist houdt alles in de gaten, zoals zijn machine, de omgeving en de tijd. Een paar kilometer voor Andalsnes gaat de lijn door de 32 meter lange tunnel van Ook. Tijdens de bouw waren er op deze plaats een aantal grote en kleine lawines van klei en stenen. Daarom werd besloten een tunnel te bouwen om de spoorbaan te beschermen. De trein komt de havenstad Andalsnes binnen, waar een aantal sporen zijn voor vrachtvervoer. Toen op 30 november 1924 de lijn werd geopend, schreef een plaatselijke krant: de provincie Meuren viert vandaag feest bij het eindpunt van de Rauma-baan in de plaats Andalsnes. Deze plaats wordt een knooppunt in de infrastructuur, hoe het nageslacht het wendt of keert. Na een reis van bijna anderhalf uur rijdt de trein het station in, waar de bussen voor het transport naar de valleien of een van de cruiseschepen al klaarstaan bij het perron.